Wij gaan 24 uur overleven op Schiphol en de tijd gaat nu in. Ha, leuk gedaan. Ja. Wat kan je hier doen? Ja, voor mij echt gereed. Heel veel dingetjes. Restaurantjes. Ja, leuk. Ik verspreek het. Leuk. Ik denk dat ik vandaag wellicht een nieuwe Rolex ga kopen. Kun je hier ook slapen? Op zo'n bankje? Nou ja, je hebt iets bij. Nou, goedemorgen jongens en meisjes. Ik ben dus Milo de Regen. Het eerste wat we zeiden. We moeten wel opletten dat we niet weggestuurd worden. Dus laten we niet te raar doen. 20 seconden later. Ik ben vlogger, zoals je hier ziet. Voor iedereen die denkt, hoe hebben jullie dit al gedaan? Ja, we hebben dus allemaal 2 vliegtickets gekocht voor vanmiddag en voor morgen ergens. Zodat we, als we aangesproken worden, wel kunnen zeggen, kijk, we hebben een vliegticket. Nee, we gaan niet hier alleen op station Schiphol overleven. We gaan ook achter de douane. Daar is het meeste te doen in principe. Je kan daar zuipen, je kan daar zuipen. Ik ben heel leuke dingen voorbereid. Kun je dat zuipen? Film zien hoe als je leuke dingen doet, dan gaan wij zuipen. En nu? Gaan we voor 20 euro naar Dublin. Was het ticket 20 euro? Ja. Zo belachelijk. 20 euro. Jullie zijn vinger naar het zijn wij slecht voor het milieu als we die instellen? Nee, natuurlijk niet. We zijn goed voor milieu. Hebben jullie dat niet veel verschil maken? Bij mij scheelt echt heel veel carbondioxide. Oké. Okay. Ik wil wel graag naar de gate toe, man. Kijk eens wie we daar hebben. Zijn we onze grote vriend. Nee. We zijn met z'n zessen vandaag. Ja, het concept is dus als volgt. We gaan 24 uur overleven op Schiphol met maar één regel. We mogen Schiphol niet verlaten. Op dit moment zijn we in het eerste openbare gedeelte van Schiphol. Maar omdat we dus die tickets naar Dublin hebben, kunnen we ook gewoon door de douane heen. En dat besluiten we ook meteen te gaan doen. We zijn door de douane. Wij waren slim en dachten we gaan daar niet filmen. Rob kreeg wel even error, want die vent vroeg van... Waar ga je dan heen? Dublin. Hey, ik heb wel zin eigenlijk in een pilsje. Willen jullie ook wat drinken? Ik raak helemaal overprikkeld van hoeveel mensen hier. Allemaal hele lelijke mensen hier ook allemaal. Maar om bij een plek te komen die zo vroeg al bier verkoopt, moeten we wederom langs de paspoortcontrole naar de vertrekhal voor internationale vluchten. Wij hebben een briefingpas, want wij zijn grote spelers. Ja, en zij zijn hele kleine spelers en willen dat blijkbaar niet kopen. Dus zij moeten nog een half uur in de rij staan, wij niet. Zo'n bizar droge moffel. Mijn doel is om elke uur een biertje te drinken. Dat is niet gelukt, dat is al 3 over 12. Ja, vanaf nu. Hey, maar samen uit, samen thuis. We gaan niet zonder hun het eerste biertje drinken. Dublin. Hoeveel zouden we erop kunnen voordat zij er zijn? We hebben een half uur de tijd. Op het moment dat zij tussen heb ik al 7 op. Ons tweede pilsje inmiddels. Dus we willen nu zeggen, kom we gaan, we hebben al genoeg op. Ah mannen! Wij gaan door gelijk. En wij zitten al onze tweede, dus wij gaan door. Ik heb het niet erg, want volgens mij kan je bij de Heineken wel geen bakel halen. Jawel. Maar wij gaan door. Dus kijk, ga even zitten. Nee, we moeten door. Kijk eens even aan. Heb je het ook een bakel? Maar ik hoef het niet. Huh? Ik denk dat dit misschien even de leukste 24 uur overleven wordt ooit. Bro, ik heb net al gezegd, ik ga elke uur graag een biertje drinken. Ik voel het nu al zitten. Ik zit op anderhalf. Ik zweer het, ik voel me al dronken. Boeit me niet. Jongens, ik vind het wel leuk dat hier met z'n allen zit. Ja, dan neemt niet van lang, want Roy heeft net gezegd, ik ga het niet voor maken de 24 uur. Nee, die krijgt ook weer last van vliegangst. Ik moet gewoon heel snel missen. Hebben jullie al lekkere wijven gezien? Lekkere wijven? Oh, ga jij even beschaafd lopen doen? Wij zijn single and ready to fucking mingle. Let's go. Hier is er een heel gemiddeld wijf, een zesje, gewoon een zesje. Vrouw. Nee, zo'n rippelkutje. Gemiddeld... Oh, wacht even, daar komt de J-team uit. Even op als zo'n vriend eruit stuurt. Storis, Vos. Ik zit echt oprecht eerder 4,5 dan 6. Toch in zo'n pakje vind ik het zo stout. Je hebt dus achterin een vliegtuig bij de internationale vluchten. Heb je aan de ene kant de wc. Nee, joh. Aan de andere kant heb je zo'n trappetje omhoog. En daar zit er gewoon een enorme ruimte waar al die mensen slapen. Ik moest zeggen, vroeger had je leuke juice over de scene, nu heb je gewoon vliegtuigfeitjes. Dit is toch leuk? Dat is mijn opa. Je zit niet in de genen dan. Goed, iemand nog homies? Oké, we hebben een aantal gouden enveloppen meegekregen en die mogen we op bepaalde tijdstippen openmaken en dan vallen dan prijzen te winnen. Deze was voor 12 uur, het is inmiddels al 1 uur, maar we hadden gewoon heel veel zin in bier. Ik vind het dus wel lastig dat ik nu deze envelop krijg, want ik heb net echt een paar bier op, ik kan niet meer lezen denk ik, maar ik ga echt mijn best doen. Ho, fuck, wat een labtekst. Mannen, het is tijd voor een eetwedstrijd. Jullie zullen vast stevige trek hebben. Daarom is het alleen maar verstandig om alles van een menu te bestellen. Mocht alles opgesmikkeld worden, zullen jullie rijkelijk worden beloond met het heerlijke Emma Sleepwolken kussen. Ik dacht al dat dit gewoon onderdeel was van deze video, maar we moeten dus nog verdienen. Jee. Tyfus. Mocht dit niet lukken, komt de stagiaire de kussens ophalen en staat jullie echt een helse nacht tegemoet. De zaak is even valt de sponsor van deze video. Ja. Kijk, dat ik dat kussen niet meer heb, vind ik niet erg. Dat de sponsor dan weg had, vind ik wel heel erg. Oh, ik heb precies andersom. Die sponsor maakt me niet uit. Zijn chat, maar dat kussen kan ik wel gebruiken hoor. Oh, in die vitrine staat echt bizar van stroom. Ik heb vandaag niet zo heel veel in stroom. Milo, daar hangen camera's. We zijn echt 3 uur bezig. We moeten echt een beetje onopvallend blijven. En schreeuw nu eens heel hard stroom. Ja, onder het mom van we vervelen ons toch dood, gaan we nu dus alles bestellen van de
Dutch Kitchen Bar en Cocktails. En voor de mensen die nu denken van, oh, waar ligt dat dan? Het is te vinden op de Holland Boulevard en te herkennen aan de tering grote lelijke tulpen. Mensen, we hebben kroketten, pannenkoeken, hamburger, kibbeling, andere hamburger, bitterballen, poffertjes, die zien er heel smaakvol uit, een broodje zalm, een broodje sausijs, kaasbroodje en een salade. Mooi. Die is echt, die is meatless. Die is meatless. Die moet sowieso roeien. Uit de buurt houden. Doe even steen op je schaar en dan mag de winnaar mag beginnen met kiezen en dan met de klok mee. Ik ben als laatst. Ik ga voor de poffertjes. Ja, ik kan wel voor die normale hamburger gaan, dan moet ik uiteindelijk ook... Kijk, die pannen is het makkelijk. Ziet er wel wat aan de droge kant uit. Is het nog terug? Nee, ik ga het niet doen, man. Droog! Kan die flikker, die steeds stroop op zijn bek houden? Jongens, ik ga voor het broodje zelf. Nou, wat heb jij? Dan kies ik die bitterballen. Nee. Jezus. Bitterballen weet ik dus zo vies. Ik ga gewoon wel voor die pannenkoek, man. Doe even alsof het de schaal is van PSV en ze dit jaar niet gaan winnen. PSV is landskampioen geworden! Het is geen goed teken. Man, dikke pannenkoek ook. Die zou je oprecht kunnen neuken. Wat eten jullie vanavond? Stamppot? Dit is nog een stamppot. Jongens, wat leuk. We hoeven nog maar 22 uur te overleven op Schiphol. Daar zijn we. Ja, jullie gaan hem niet kiezen, dus ik moet wel voor die meatless hamburger. Nee, maar gewoon lekker doen. Helemaal niks mis mee. Ik ga voor die heerlijk verse vis. Heerlijk. Ik ga voor de hamburger met friet. Hoppakee, boem. Wacht even. Dus nu is voor mij de keuze. Bruh. Of een ongelooflijk droge salade met alleen maar groenten en croutons. Of een heerlijk vette sausijn en kaasbroodje. Geef ze maar vast. Konijnenvoertje. Het smaakt weer, mannen. God, ja, nee. Dat kan toch niet? Oh, maar joh. Stop, wacht, stond er niet op. Ik moet nog een keer doen. Ga jij niet nog een keer doen? Wat? Dat is een eilandbrood. Het is wel echt een luxe restaurant. Ja, laten we even netjes doen in dit luxe restaurant. Droog. En ze doen het weer, dames en heren. Je zou denken, ze kunnen het niet. Maar hoppakee, ze doen het goed. Het moet er niet opvallen. Het moet er niet opvallen. Stop. We moeten wel een beetje enthousiast met tonen dat het gelukt is. Ik dacht echt dat we niet... Haha, die is binnen. Laatste waarschuwing. Maar we hebben de kussen nu verdiend, dus we kunnen nu een bakel gaan drinken. Nee, ik heb iets leuks voorbereid. Daar gaan we nu naartoe. Kanus. Nee, weet ik nog niet. Ik heb 5 kaartjes geboekt voor het museum. Er is vannacht ook echt helemaal niemand hier. Wat is dit? Oh, als dit niet dicht gaat, Yusu, ik sla op die bank. Maar gelukkig heb ik voor jou een verrassing, Milo, heb ik de poedersuiker vanuit mij genomen. Poedersuiker is nou een antichrist. Ik ben gewoon Wist u dat dit schilderij is gebruikt? En wil je dit nou ook? Zo'n heerlijk leer. Ja, mijn schoot krijg je er niet bij trouwens, maar zo'n wolkenzacht Emma sleepkussen. Heb ik iets moois voor jullie mensen. Banksitters 10 geeft 10% korting bovenop alle al bestaande kortingen op Emma Sleepwater. Ik ken hem bij als een you. Kijk hem zitten dan. De code is 1 maand geldig, dus ga snel naar de link in de beschrijving. Ja, je verwacht het niet, maar we vervelen ons echt helemaal dood op dit moment. Want er is echt geen donder te doen op Schiphol. Dus je moet er vooral zelf wat leuks van maken. We zijn bezig met het leren van de slickback en die gaat zo. Oeh! Nou heb ik hem net al geprobeerd, ik ging bijna op hem. Wie doet de slickback? Nee, nog niet! Hij moet op dat biertje. Hij gaat zo opwarming up met voetbal, weet je wel. Mia doet de slickback. 3, 2, 1. Ik denk niet slecht, toch? 3, 2, 1. Nu ben ik er klaar mee. Hier kan ik dan niks aan doen. Door één keer. Nee, één keer. Ben ik er klaar mee. Zo. Oh, sorry. Nu zijn wij met op weg. Sorry. Wij gaan niet mee met het vliegtuig. De situatie is dus, we hebben een vliegticket geboekt. Gaan we nooit gebruiken natuurlijk, want we blijven hier. Maar anders komen we überhaupt niet Schiphol binnen. Dus dat we nu een excuus hebben als mensen zeggen, waarom zijn jullie hier nog al zo lang? Dan zeggen we, ja, we hebben een vlucht. Tot nu toe mochten we hier gewoon zijn, tuurlijk. Want we hebben een vlucht die we moeten pakken. Dat is deze, die gaat bijna. Hierna zijn we dus illegaal. Oh. Ja, even resume, we mogen hier dus eigenlijk nu niet meer zijn. Want we hebben helemaal... Maar tot hoe lang mag je, je kunt hier vliegen... Rini, dankjewel. Puitjes uithuilen. Zeker wel een paar uur uithuilen hoor. Ja, je hebt een paar uur uithuilen. Oké, dus de komende paar uur moet je nog niet heel goed. Maar je moet je wel huilen. Ja, dan doen we dat hoor. Hoi! Luister naar mijn ACC. Hoi! Waar wel je? Ik heb een vlucht gemist. Besef dat zelfs deze short movie was beter dan Liefdesgas. En geloof het of geloof het niet, terwijl wij daar aan het wachten zijn, komen we gewoon een profvoetballer uit de Premier League tegen.
Nee, geintje natuurlijk. Wat is nou de kans dat je op een willekeurige maandag op Schiphol een voetballer van Liverpool tegen het lijf loopt? Koen heeft trouwens inmiddels naast de slickback en het acteren nog een nieuwe hobby gevonden. Vliegtuig spotten. We zijn vliegtuigen toch machtig mooi. De compilatie van mijn foto's, die komen nu in de video. De slurf is los! De slurf is los! We hebben gemist! Jullie, dit ziet er echt uit alsof je grote liefde... Oh, jongens, doorgang gesloten. Blijf u AB zitten. Ja. Ik heb nooit geweten dat een vliegtuig weggereden wordt door een auto. Hou je weg. Ja, hoe kan je dat zien dan? Ik had vroeger een Lego set en daar zat ook zo'n auto bij. Weet je wat ik dus wel heel dom vind? Waarom kan een vliegtuig niet achteruit rekenen? Dat zou toch heel simpel te maken moeten zijn? Ja, misschien is dat te lastig voor de piloot. Aangezien die altijd alleen maar op automatisch piloot kunnen drukken. En dan moet ze 4 jaar voor werken. En dan verdienen ze 150.000 euro per jaar. Super knap, man. Oh, opzijgen. Piep. Dankjewel, mensen. Bruh. En omdat onze vlucht nu officieel is vertrokken, hebben we vanaf nu ook eigenlijk helemaal niks meer te zoeken op Schiphol. Dus laten we vanaf nu wat onopvallender te werk gaan. Hallo, iemand heeft zijn boek daar laten liggen. Hierin zit een lijstje met dingen die wij moeten fotograferen voor een fotowedstrijd. En de winnaar, degene die dit als eerst compleet heeft, die heeft een hotelovernachting bij Yotel Air. Ik denk, Yusu, dat een bankje op Schiphol lekkerder ligt dan een bed bij Yotel. Yotel. Weet je hoe duur die kamer was? Nou? 400 euro. Hou je bek. Hou even je gore tyfusmoel. Dan is het toch bij hotels een belangrijke locatie, locatie, locatie. Want er is misschien wel het enige hotel na de douane op Schiphol. Nou, vraag me af, hoeveel kamers zouden erin zitten? Ik denk oprecht 4000. Ligt in een soort buis, in een soort tube. Nee, we hebben wel een mooie kamer. Bubbelbadje zit erin. Hou je bek. We hebben de suite. Ja, ik vind het wel leuk, maar een fotowedstrijd hebben we dan ook echt... Hallo, we zijn even zo. Goed, de fotowedstrijd. Degene die als eerste van ons vijf een foto heeft gemaakt met al de volgende dingen, wint dus die peperdure overnachting bij het Yotel. En de tijd gaat nu in. Daar is een bar, een getapt biertje. Dus het is niet een biertje uit een blik of een biertje uit iets anders. Gewoon een getapt biertje uit een glas. Hoi. Ken ik je pannenbiertje? Dankjewel. En dat is één. Kijk eens wat we hier vinden, mensen. Ik ben er echt super van. Is hij homo? Die leggen we gewoon weer terug. Doei. Joehoe. Hoppa. My deepest secret is that I'm... Tada. €7,85 voor een Happy Meal. Wat een bizarre tijden leven we ook in. Adopt me. Een koffie van iemand. Nou, die hebben we ook gehad. Een prullenbak. Dit is echt heel erg smerig. Even kijken, deze moet ik helemaal. Gadverdamme. Jezus, wat ben ik een viespeuk. Oké, die is binnen. Ik zie het oprecht als een optie om gewoon alleen dat getapte biertje te zoeken. Daar een foto mee te maken. En dan kan iedereen lekker de tyfus krijgen. Hoi, zal ik één biertje mogen alsjeblieft? Ik ga hem ook gewoon rustig opdrinken hier. Jongens, ik vind het allemaal wel gefeliciteerd. Ik ga hier lekker zitten en dit opeten. De rest mag lekker in die hotelkamer. Ik denk dat ik zware FOMO krijg als ik dan weer in mijn eentje er niet bij ben. Nou, succes overige spelers. Helemaal mooi. Dit is top man, we gaan hard. Even kijken, ik ga rondlopen. Ik moet vooral goed letten op roze koffers en stewardessen. Zo. Oké, misschien moet ik gewoon aan willekeurige mensen vragen of ze van Duitsland zijn. En dan vragen of ik met hun een foto kan maken. Ik zie een stewardess staan. Hey, mag ik wat vragen? Mag ik misschien een foto met jou maken? Ja hoor. Daar sta je prachtig op. Ja, nee, niet zo triest. Niet met hem, hoor. Niet met hem. Ja, ik kan met u op de foto. Ja, jullie zijn echt knap, man. Knap, man. Leuk. Ja, leuk, jongen. Leuk. Ja, succes. Dankjewel. Ik heb ook staan iets uit een prullenbak. En hier heb ik prullenbakken. Ik zit ook niet in de vuilnis te graaien, of wel? Die hebben we ook al, gozer. Can I make a selfie with your beer? Yeah, just with the beer. Make sure you get the Heineken logo. Yeah, of course. Thanks, guys. Cheers. Hoppa, die is binnen. Oh, dit is heel raar. Ik sta hier naast mensen. Ik zie dat speeltje op tafel liggen. Maar ik durf daar geen selfie van te maken. Misschien als ik kan zitten, kan ik hem misschien zoomen doen. Wacht. Ik heb hem nu wel. Dit is die selfie. En hier staat dat speeltje. Het is echt heel klein. Maar ik vind hem wel tellen. Wat is dit nou weer, joh? Een soort krokodil. Wow. Dit is niet ideaal voor de tijd, maar wel lekker. Dus ik heb zoveel tijd verloren net bij het wachten hierop, dat ik toch nooit meer ga winnen. Dit gooi ik weg. En hier ligt, boom, tax-free, in de prullenbak. Maak daar even een fotootje mee. Hallo, are you from Germany? Hallo. Germany? Ik ben klein Duitsje. Hallo. Ah, schade. Ik ga het nou niet afleiden, want de winter is. Even kijken. Boekenwinkel, ja. Dit is heel goed. Nieuws en books. Sport, ja hier, de VI. Almere City, Jong Oranje, buitenland. Het wonder van Stuttgart, buitenland. Even kijken, pagina 30. Ja, hele Duitse. Oh, het hele Duitse. Hier zit die beste! Hoi, mag ik één biertje voor jou? De biertjes binnen.
Lekker, tappen wel. En nu ga ik snel op zoek naar een Duitser. Oké, ik ben hier bij de McDonald's. En ik ga gaan kijken of iemand toevallig een Happy Mealtje heeft. Hoi. Hebben jullie hier Happy Meals met speeltjes? Mag ik er eentje zien en een foto meenemen? Ik heb een opdracht daarvoor. Super, dankjewel. Ik loop hier Yusu als 25-jarige gozer met een Happy Meal over Schiphol heen. Goed, kan mij meuren. Ik ga even dat speeltje eruit trekken. Ik ga even een foto maken. Wat een gruweling. Hi, sorry. Are you from Germany? Are you from Germany? Ik sta daar bij de gate met een vlucht naar Frankfurt en niemand is Duits. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Are you German? Yes. Can I take a picture of you? I have a quest to. Yeah. Great. Ik ben kapot. Ik guts mijn ongeluk. Maar ik heb hem. En volgens mij ben ik eerste. Nee. Hij appt nu. Hij appt nu. 1 seconde te laat. Nee. Oh nee. 20 minuten gezocht naar een Duitser. Terwijl ik gewoon naar de eerste de beste boekenwinkel had kunnen lopen, had ik het binnen 5 seconden gehad. Holy shit. Dames en heren, wij staan hier, toevallig zijn we nog steeds op Schiphol. Nu! Jullie waren heel snel na elkaar met het maken van jullie laatste foto. Ja. Roel staat eerst in de chat, maar dat boeit niet. Het gaat erom, wie als eerste foto heeft genomen. Nu zijn we net aangekomen door deze man, dat je de secondes kan zien wanneer de foto gemaakt is. Want op de minuut zijn jullie gelijk. En nu is dus de vraag, op de seconde wie er sneller was. Roel wil graag zijn foto laten zien. Roel heeft een leuke foto. Met een biertje. Ja, biertje, ja leuk. Met iets uit de prullenbak. Happy Meal. Ja, Happy Meal. Oh, was speler van Liverpool. Ryan Gaafberg. Die pak je wel even mee zomaar. Ben jij Ryan Gaafberg? Ja. Mag ik een beetje op de foto, man? En dan zitten we hier te zoeken. Dankjewel. Oh, wat mooi. Als wij precies dezelfde seconde hebben, vind ik jij volgend door Ryan. Het scheelt 7 seconden. Nee, nee. En de winnaar is... Raoul. Ik vind hem in deze ook wel terecht. Dus dat hij echt een foto met een Duitser en ik alleen met een hele Duitse voetbalhelftal. Nee. En dat stuk van dat boelbad. Ja, dat was een leugen. Dat zit er helemaal niet in. Ik wist het. Ik zei nog liefde tegen mij, zeg je nee. Water, sugar, yoo. Hey jongens, leuk allemaal dit. Eigenlijk helemaal niet. Ik heb niet gewonnen. Zullen we gewoon even wat gaan chappen, even lekker? Ik heb zin in de bakel, man. Na al dat harde werken besluiten we weer even heerlijk uitgebreid te gaan eten en begint het in de tussentijd steeds rustiger te worden op Schiphol. We hebben heerlijk gegeten en gedronken, zoals je misschien in onze kopjes kan zien. Mino heeft 5 rum cola, whisky cola pil. Ja, ik weet niet of het komt omdat ik dronken ben, maar ik begin me ineens heel emotioneel te voelen. Want die man nog steeds in die klok zit en die is nog steeds aan het schoonmaken. Nee. Meneer! Kan iemand die kale dikke grapjas eruit tieven? Het is inmiddels niet meer zo druk en dan loopt hij nu net zoveel marge als passagiers rond. Zeg maar, we moeten nu wel echt normaal. Ze komen dan! Oké. Okay. Oh, nu moet ik kijken, maar er komt echt een hele enge meneer. Politie. Hij komt recht op ons af. Hij komt recht op ons af. Hoi! We waren bang niet ons wegsturen. Huh? We waren bang niet ons wegsturen. Nee, zeker niet. Huh? Waarom zou hij ons wegsturen? Ik denk verrek, dat zijn de banken. Ja. Die man kwam en ik dacht, we hebben een probleem. Maar, zoals je ziet, we spreken alle doelgroepen. Ah, maar je laat op de poot dan. Huh? Ik heb een hotel gewonnen, dus dat is mooi. Maar ik had ook een envelop voor de verliezer. Wat heb, waar ga je dan heen? Ik vind eigenlijk dat hij nu heen moet. Ja, ik ga gewoon nu. Oh, kijk eens even wat is er. Oh, 2 bakje voor de verliezers. Ik ga vaker verliezen. Is het een soort troost wat wij verloren hebben dat we daar iets meer mogen kopen? Letterlijk, alles is dicht behalve de likker, tobacco en chocolade. Ik zei, we moeten nog shoppen voor vanavond. Nee, we gaan eerst eten. Mede door die man die net een foto vroeg, begonnen we eigenlijk net iets te veel zelfvertrouwen te krijgen. En begonnen we steeds luidruchtiger te worden. Wil je iemand een tientje bijleggen misschien? Ik heb gezien in Wodka, gezien in Dizel Rondo. Hop, en wat denk je? Korting. Van 23,90 naar 16,90. En dat begint ook op te vallen bij de marechaussee. Hoi. Hey, gauw eens. Ik heb een vraag. Yes. Is die slaapkussen? Ja? Ik leer er met jou, want je heerlijk, heerlijk in het vliegtuig zo dommelen. We rennen naartoe. Daar liggen aan alle kanten. Om 7:15 ochtends. Moet ik de dingen laten zien? Ik heb het idee dat het niet gelukt. Heeft Victor dat gestuurd in de productiechat? Dat is prima. Pas wel op. Is het zo'n probleem om hier te slapen dan? Ja, zeker. Nee, wel echt? Wel, wel, als doel is hier op slaap zitten. Je hebt aangesproken door de... Ik zoek even, doe de camera even omlaag. Doe de camera even omlaag. Dit zat op achter. Maar ze zeiden wel, dat is wel fijn, dat ze zeggen van kijk, je mag natuurlijk slapen hier, maar niet als je als doel moet slapen. Nou, ik wil dat even opnieuw. Is het dan nu het moment om te vertellen dat we wel gewoon een tweede ticket hebben? Ja, tijdens het avondeten hebben we besloten dat het toch handig is om nog een ticket te boeken voor de volgende ochtend. Zodat als iemand ons zou aanspreken, we in ieder geval nog soort van een reden zouden hebben van waarom we hier zouden zijn. Ja, super logisch natuurlijk om hier de avond voor je vlucht al heen te gaan, maar als we dit ticket niet hadden gehad, waren we zeker beter weggestuurd. En dan is het sowieso langzamerhand tijd om een plan te gaan maken voor de nacht en een plek te gaan zoeken waar we kunnen slapen. Oké, we zijn een beetje aan het scouten naar potentiële slaapplekken. Ik weet niet wat er gebeurt met de kans van weggestuurd worden, maar ik heb ineens geen idee. Nee. Bro zit letterlijk op een kleinere stoel dan waar jij op zit. En het doet alsof je een geniaal idee. Kijk hoe hij zit met zijn benen. Heel comfortabel hoor. Oh, er komt iemand.
leuk. Heel grappig. Dit is echt zo'n grimmige plek, jongen. Ik zit nu zo gewoon op een stoel. Wel een comfortabele stoel. Ik ben dusdanig dun dat ik daar gewoon lang uit kan en tussen die dingen door kan. Je hebt het zo dik dat je erop kan liggen als ze doorbreken. Dit is helemaal niet dik. Niet nodig. Als jij erop gaat liggen, voel je dat überhaupt? Of duw dat gewoon in je vet ergens? Hoe lang duurt het voordat je vet weer terug wordt met normaal? Geen idee. Geen flauw idee. Maar het zijn wel wat nu langs loopt qua security. Dat is wel echt laagst van laagst. Ik moet toch weer even van mensen schofferen hier. Sinds de piloot heeft hij al niemand geschofferd. Op het moment dat deze mensen zeggen, ga weg, zeg ik gewoon nee. Dan zeg ik bedankt, maar loop even lekker door. Inmiddels is het 11:15 en daarmee is de laatste vlucht van vandaag vertrokken. En gaat de eerstkomende vlucht pas weer om 6:30 ochtends. En het valt ons op dat er best veel mensen liggen te pitten, echt overal en nergens. Maar het gedeelte waar we nu zijn heeft niet echt comfortabele lichtplekken. Dus besluiten we naar een andere hoek te gaan. Het is nu 11:50. De laatste vlucht was 10:45, dus ja. Die is weg. Dus in principe, er landen nu nog wat mensen, maar er komen geen nieuwe mensen meer bij. Koude van huis, hou je weg. Daar rent hij. Oh, nee. Oh mijn god. What the fuck, ouwe. Oh, hier komt hij aan. Ook bij de restaurants gaan we niet comfortabel kunnen slapen door de bizarre hoeveelheid muizen die daar lopen. Dus besluiten we door te zoeken naar iets beters. En toen vonden we ineens die heerlijke massagestoelen. Alle vier leeg. Alle vier leeg? Alle vier leeg. Dat er überhaupt vier op een rij zijn, vind ik al ziek. Zo papa jullie even verwennen. Hartstikke idee. Wow, wat is dit ding hard, man? Kan ik hem niet wat zachter zetten? Ah. Wow, dat ding trilt aan mijn kont. Het is raar. Echt alsof twee... Oeh. Krijgen ze op jou vooruit geduwd of niet? Oh, oké, okay, dan kom je gewoon klaar. Ja, buiten de massagestand dachten we dat we hier ook heerlijk op konden gaan slapen. Maar als je dus 1 minuut op dat ding gaat zitten zonder er geld in te gooien, gaat die echt extreem hard piepen. Dus zoeken we nog even verder. Dit is toch gewoon bloedgeld? Verloren sjaaltje. Wil je dat jasje ook niet aan? Je gevoel uiten! Dat is pas krachtig! Ik heb gewoon oprecht tonen hoor, de jack uit de sjaal. Beestjes in! Hi hi! Wat zie jij eruit, zeg? Ja, beter dan deze leren, net iets te kleine bankjes gaat het niet meer worden. En dus besluiten we ons klaar te maken voor de nacht. Nou. Ik heb dus mijn app op mee. Ik kan me gewoon lekker afzonderen van de wereld. En ik denk dat ik morgen om 11 uur de jullie wakker nog gemaakt moet doen. Dit blok is oprecht 1,40 meter. Ik denk een beetje vliegtuigwakkerofobie. Ik ben heel bang om morgen wakker te gemaakt te worden. Heb je dat niet? Dus ook al had Roel niet gewonnen, dan was hij waarschijnlijk nu over een uur alsnog naar een hotel gegaan. Oh! Migraineaanval! Bro, een matras had ons echt geblest. Nu we het daarover hebben, zo'n matras of iets anders. Stel, jij wil nog iets van Emma Sleep, dat kan. Met de code bankzitters 10. Ja, je ik kijk kan een schil. Ik zie niks. Oké, niet meteen kijken, wie ben ik nu? Gebruik bankzitters 10 voor korting. Anton. Ik loop de hele tijd, de hele avond, met een of ander random jekje en een sjaal op. Dat was een maatje uit pas trouwens. Het was net een vies dik bij. Het percentage volwassenen met overgewicht blijft onverminderd hoog. Mensen, een fijne nacht gewenst. Ik ben niet bij de wal op dit moment. Ik ben in Hotel Air. Holy fuck. Deze hotelkamer, nu doe ik de ene kant de camera tegen de muur en dan mijn hand hier tegen de muur. En dit is de camera tegen de deur en mijn hand tegen de spiegel. Ik denk dat de kamer 5 vierkante meter is. En ik ben nog nooit zo blij geweest met 5 vierkante meter. Ik kan douchen. Ik kan op een schoon toilet poepen. Ik heb een heerlijk bed met een verschrikkelijk kussen. Komt dat even goed uit? Floep! Emma sliep kussen erbij. Ik ben helemaal het mannetje. Ik ben fantastisch, ongelooflijk, ontzettend hard tevreden. Voor het slapen gaan even douchen. Normaal gesproken vind ik het wel heel vervelend als niet iedereen van ons geblest wordt. Iemand in een kutsituatie zit of wat dan ook. Maar dat is zo ongelooflijk niet altijd wederzijds. Dat ik er zo erg niet mee zit dat zij nu op een bankje moeten slapen op Schiphol terwijl ik in bed lig. Tot morgen, mensen. Het is op dit moment 5:30, 6:15 is ze. En er komen wel vluchten aan. En daar hadden we niet over nagedacht. Wij dachten, het is hier rustig. Er gaan hier geen vluchten weg. Er komen fucking veel vluchten aan. Dus het is tyfus druk. Maar wij liggen hier als een stelletje zwervers. Ik kan niet meer tuk. Ik hoop nu gewoon snel dat de rest wakker wordt. Goedemorgen. Besef, wij dachten, oh wat chill. Er vliegt helemaal niks van de vier. Dat klopt ook. Maar er komen wel fucking veel mensen aan. Die dikke vetkop van je. Zoiets. Dat is niet leuk wakker worden. Je bent opgezwollen. Ik was ook weer ontbijt. Hoe heb je geslapen? Ik denk heerlijk. Het werd ook koud op een gegeven moment. Koud, man. Koud. Op een gegeven moment ging de muziek aan en toen hoorde ik keihard Year of Summer over de box hier door heel Schiphol heen. Bruh. Echt alsof ik een zwerver aan het filmen ben. Wat goed dat je weer met ons meedoet. We gaan beginnen. Ik zweer je, Brie. Ik heb denk ik slechter geslapen dan echt veel kampeervideo's. Ik vond het kussen wel even fijn. Ja, het kussen was lekker. Maar hoe laat is het nu dan? 5:30 of zo. We moeten zo even lang. Ja. We moeten nog 5 uur. Vind ik geen leuke grap. Ik zit in de loopie. Ik wil een vrouw met pittensaus.
Wat is er? Bro, er lopen hier 10.000 mensen rond. Ja, de Schiphol, toch? Dat is een jarig. Hoera! Wat een brief. Had jouw oordop in of zo? Ja, die heb ik net ingedaan. Dat moet ook wel, want als je zeker wakker hoort door die enorme knetterruf die meteen in je gezicht liep. Op dit punt waren we helemaal naar de Getver, dus besluiten we naar het Mercure Hotel te gaan, waar je voor 19,50 één douchebeurt kunt kopen. Dat zoals van die hele dikke mensen die je dan niet meer kunnen lopen en als ze een zoom moet zitten. Ik heb overal gepoept. Hey, het probleem, gelijk probleem. Onze tweede vlucht is net vertrokken. Nee, hebben we onze vlucht gemist? Nee. Maar ja. Ik vind het zonde om er nog even te boeken. Dus we gaan nu ook uitzitten op karakter, ja, op bluffen. Dus we zijn hier nu opnieuw illegaal. Alleen, je hebt hier een geldige boarding pass nodig. We gaan proberen met de smoes. We hebben onze vlucht gemist. Nee! Nee, joh. Wat heb jij getukt? De helse nacht. Ja, dat lijkt me natuurlijk uitstekend. Het is grappig wat je doet. Ineens ben jij een soort fashion icon. Ja, dat is gewoon een bepaald macht. Hallo, goedemorgen. Wij willen gaan douchen. Ja, ik ben even geslapen. Nou, we waren wat vroeg en toen hadden we een vlucht en hebben we net die vlucht gemist. Nee, hoe dan? Maar we gaan nu even douchen. Ja. En dan gaan we mensen op naar de Kwakkerstein. Wij hebben net ontbijt gehaald voor 83 euro. Dat ziet er wel goed uit. Wat de brie hebben wij gekregen. Wat de brie is dat nu weer? Jamie Kolen, Oliver. Als je dit ziet. Hier staat kok. You are not good in cooking, mate. What the fuck is this? Mini pancakes met blueberry compot en yoghurt. Bruh. Ik dacht nog, het ziet er echt scherp uit, maar het zal niet heel vies zijn. Het is echt kakkervies. Wat wil je van deze kleur? Dit is aan die markie. Hoe ranzig kan dit zijn? Maar pak hem hier ook even lekker vast. Jezus! Er zit niet gewoon zo'n worstvel omheen, maar echt een plastic coating gewoon helemaal. Op Google krijgt hij 1.6. Had het kunnen weten eigenlijk. En wat zeggen we dan? Bedankt. Ik vind het mooi dat je het zo smerig vindt, maar wel blijft eten. En na een bizar smerig ontbijt, maar verder best een relaxte ochtend, waarin we denk ik wel 10 keer in die massagestoelen zijn gaan liggen, gaat nu eindelijk het laatste uur van deze verschrikkelijke dag in. Grote vriend. Ja? Hoe laat is het? 10:14. Oké, okay. En hoeveel minuten hebben we dan dus nog over? 46. Klopt helemaal. Ja, door naar de volgende ronde. Gefeliciteerd. Het laatste uur is ingegaan. En we zaten te denken, we vervelen ons helemaal de tyfus. We hebben anderhalf uur in de Quarkomatic gezeten. Ja. We moeten even iets leuks gaan doen. Als je die afschrift ziet op je rekening, dan krijgt de paard niet. Ja, van. Nou, ik moet eens even kijken hoe ik dat thuis ga uitleggen. Je ziet allemaal dingen binnenkomen. 2 euro van de massagomatic. Van de gezamenlijke rekening heb je dat gedaan ook? Ja, de huisrekening, natuurlijk. We hebben iets gevonden wat leuk zou kunnen zijn. Alleen daarvoor moeten we wel weer deze kant van Schiphol uit. We moeten wel weer naar een soort... Het openbare gedeelte. Het openbare gedeelte. Ik vind het wel lekker ook, man. Ik krijg stress. En liep met ook weer zo'n ventje langs en van, hé, je waren gisteravond ook al. Gisteravond. Misschien moet jullie even het naspelen. Oh, wat is lekker in de massage medic. Oh nee, daar komt het dus. Denk je nou alweer? Jullie waren er gisteravond ook? Ja, we hebben vlug gemist. En 3 weken geleden waren jullie er ook. Ja, we vliegen heel vaak. Maar jullie waren gisteravond daar niet. Ja. Bij de dag! Laat het duidelijk zijn dat het nog niet makkelijk is dit. Nee, we zijn wel geblest. Ik denk als wij zoos geweest waren, dat we wel weggestuurd waren. Met name omdat een van de 3 een pedofiel is. Roel lijkt echt een beetje op Stefan. Maar we krijgen dus nu nog 1 belangrijk punt door de laatste douane heen. Gaan we? Ja, let's go. Hallo. Hallo. Goedendag. Hallo. Wat er net gebeurde is, we liepen langs een vrouw die zo onoplettend was, dat ze hem niet door het mat met al die verse korte spulletjes zonder belasting erop. Gewoon weer door. Ik kan er altijd boodschappen doen hoor. Ja, je kan niet gewoon boodschappen gaan doen. Ja, bizar. Dus stel je wel inkopen doen voor je feestje, ja. Dan koop je voor 10 euro free ticket. Ja. Dan koop je heel veel diesel Rommel hier. Stop goedkoop. Oh! Wat doe je dit? Nee, u zit niet op me! Die roosje, die mensen in de motoren! Een oude mensen zit niet op me! Nee, hoe gaan we met de brief? Kan je eigenlijk nergens zien van over hier? Hoe de pennen van mij verrast? Even serieus, waar de brief kijken we naar? Willem, laat je wel met rust. Willem! Kijk, je bent misschien mijn vader, maar ik heb je altijd al aantrekkelijk gevonden. Wat de brief? Dit vliegtuig is natuurlijk gewoon puur educatief. Die kan helemaal niet vliegen. Ik heb het hier wel gezien, kom, we gaan naar buiten. Oh, wow! Oh, wat een turbulentie! 1 minuut!
Oh, één minuut. Laatste minuut. Heb je nog wat laatste woorden voor ons, man? Emma Sleep, bedankt dat jullie ons doorheen hebben geloosd. Dat je taaie 24 uur. Het slapen was alles niet mals geweest, maar door die heerlijke kussen is het ons toch gelukt om energized hier aan de laatste minuten te staan. De kortingscode voor deze keer is 1 maand geldig. Bankzitterstream voor 10% korting bovenop alle bestaande kortingen. Dus grijp je kans en haal je lekkere nachtrust nu in huis. En dan zal toch geen link in de beschrijving staan, hè? Dat weet ik niet. Moet ik even overleggen met de redactie. Hij staat in de beschrijving. Ik ga er nu langer staan. Ik vind het wel leuk. En die sjaal ga jij ook echt mee naar huis nemen? Ja, tuurlijk. Het is mijn sjaal. Dit is wel episch, hoor. Ja! We hebben het overleefd! En we zijn niet weggestuurd. Jullie hebben je werk niet gedaan. Boom! Of Bert of Steen gedaan. Eat your heart out. En zo makkelijk is het dus. Jij moet het ook proberen. Niet doen. Tuurlijk niet. Doei, Brietjes.